Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Nou, ik weet dat ik de laatste tijd wel weinig video's deel. Dat is vooral door, heeft wat te maken met de warmte. Dat ik daar echt niet goed, ik kan daar niet goed tegen. Ik word daar best wel lui van. En ja, ik zweet dan heel erg hard en zo. Dus ik ben eigenlijk van nature ben ik echt wel een herfst-wintertype. Ik hou echt van de regen, een fris windje, de frisheid. Dat is volledig mijn ding. Daarom dat ik ook wel de landen waar ik het liefst op vakantie ga, liggen ook in het noorden. Scandinavië, Schotland, Ierland. Ja, landen zoals Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland. Dat zijn de landen waar ik zoveel van hou. Ik hou meer van frisheid dan van warmte. Hitte is echt niks voor mij. Dus ik kan dadelijk genieten van een badje. Een lauw badje natuurlijk, niet te warm. Maar gewoon lauw, wat fris water. Dat doet nu wel deugd met zo'n weer. Ik kijk er heel erg naar uit voor de komende dagen dat de temperaturen weer omlaag gaan. Dat heb ik echt wel nodig. Ik ben echt wel aan het afzien, aan het lijden van het warme weer. Het is echt niks voor mij. Vorig jaar weet ik ook nog dat het rond juli ook heel erg ook een hittegolf was. En ik weet ook nog dat die maand voor mij heel erg traag voorbij ging. Ik was zo blij toen de maand juli om was. Augustus was wel koeler. Hopelijk is dat dit jaar ook het geval. Dat het ook in augustus wel wat frisser mag zijn. Want Hitte en ik, dat gaat niet echt samen. Ik weet dat jullie mijn hoofd al een tijdje niet meer hebben gezien. Ik heb al een paar filmpjes gemaakt de afgelopen tijd. Maar dat was dan gewoon dat ik iets anders aan het filmen was. Mijn planten bijvoorbeeld aan het voorstellen was. Of andere kunst of andere voorwerpen aan het voorstellen was. Want nu zien jullie mijn hoofd nog eens een keer na een lange tijd. Maar ja, met het warme weer en zo, dan in de zomer ben ik sowieso wat minder actief. Dus jullie zullen mij in de herfst en de winter waarschijnlijk ook wat meer bezig zien op YouTube. Maar ik wou toch nog graag hier vandaag nog even delen met jullie dat ik er nog wel ben, hoe dat met me gaat, hoe dat ik aan het afzien ben van deze zware hittegolven. En ja. Ik zal er regelmatig nog iets van mij laten horen. De komende tijd. En hopelijk, ik hoop dat het met jullie ook allemaal heel erg goed gaat, natuurlijk. Dat jullie niet te hard lijden onder dit warme weer. Maar er komt wel snel verkoeling wel aan, want de temperaturen gaan weer wat dalen. Dus dat vind ik al heel erg goed nieuws. Dus ja, zo kan ik wel even verder bezig blijven. Maar ik zal het wel houden voor nu. En ja, dan zie ik jullie wel een volgende keer al eens terug. Als het al wat koeler is, dan kom ik nog wel eens op beeld. En ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond. En heel erg veel liefs van mij. Doei.